En ik hoor in het betoog, het is een nieuwe ambtenaar die wordt genoemd. En als ik het, dan vat ik het even mijn eigen woorden samen. Dan is het zeg maar de zorg om een activistische ambtenaar die zijn of haar eigen mening nastreeft. En niet zozeer het maatschappelijk belang of bescherming van de grondrechten en de grondwet, waar ambtenaren natuurlijk aan gehouden zijn. En ik hoor dan de vraag die worden gesteld aan de minister. Maar eigenlijk wil ik de vraag stellen aan mevrouw Keizer. Wat is nou de consequentie waar zij naar op zoek is? Dus op het moment dat een ambtenaar bijvoorbeeld in beslissen had, laten we die gedeeld worden met de Kamer, gewoon laat zien van nou, dit zijn de afwegingen geweest. En mevrouw Keizer concludeert, ja, dat is dus een nieuwe ambtenaar die het geschreven heeft. Wat moet er dan gebeuren met zo'n ambtenaar? Ja, voorzitter, ik heb bij mijn stemverklaring namens de BBB een week of drie geleden al aangegeven dat het niet aan de Kamer is om zich uit te spreken over maatregelen tegen individuele ambtenaren. Dus dat is ook mijn betoog hier niet vandaag. Mijn betoog hier vandaag is, toen ik zo de afgelopen maanden zat te kijken naar die nieuwe activistische ambtenaren, ik mij gewoon zorgen maakte over het bestel wat wij gebouwd hebben. Namelijk een neutrale ambtenaar die serieus genomen wordt en vertrouwen wordt in de deskundigheid die hij of zij heeft. We hebben nu een aantal keren gezien dat ambtenaren zich activistisch opstelden en zich uitspraken voor een bepaald beleid, wat haaks stond soms ook op het beleid wat democratisch was vastgesteld. En als dat normaal gaat worden, dan gaan we dat natuurlijk steeds meer zien. En wat je dan uiteindelijk bereikt, is dat systeem wat wij hier gebouwd hebben, wat totaal anders is dan dat ze bijvoorbeeld in Amerika hebben. Daar heb je politieke ambtenaren die met het veranderen van de administratie ook hun baan kwijt zijn. Dat je dan uiteindelijk ons systeem daarmee ondermijnt. En dat zou ik jammer vinden, voorzitter. Maar dat betekent wel iets, dat vraagt iets van ambtenaren. Maar dat vraagt misschien ook wel iets van ons als het gaat over de desbetreffende wetgeving. Vandaar mijn vraag aan de minister. Mevrouw Koekoek. Nou, volgens mij wordt in dit antwoord nu ook al de kwetsbaarheid in het betoog van mevrouw Keizer blootgelegd. Omdat het is natuurlijk dus de taak van ambtenaren om ook kritisch te reflecteren op uitwerking van beleid bijvoorbeeld. Het komt ook nog wel eens voor dat een ambtenaar zegt, ja, minister of Kamer zelfs, u heeft nu iets bedacht, maar eigenlijk kan het niet. Of als we dit zo gaan doen, heeft het enorm nadelige consequenties voor personen, voor individuen. Dus die vrijheid, ambtenaren zijn in die zin geen doorgeefluik. Ambtenaren hebben zelf kritisch vermogen nodig en ook de vrijheid om dat vermogen te uiten. Dus daarom vraag ik wel op het moment dat deze vraag gesteld wordt, wat is nu dan de consequentie? Want uiteindelijk ben je of ambtenaar in dienst of ambtenaar buiten dienst. Op het moment dat we volgens mij moeten concluderen, u bent activistisch ambtenaar. En volgens mij willen we juist een systeem waar ambtenaren heel kritisch kunnen mogen zijn. Ook op het kabinet, ook op de Kamer. Dank u wel. Mevrouw Keizer. Ja, voorzitter. Maar binnen de besluitvormingsprocessen die daarvoor gelden, ik kan met hetzelfde gemak de vraag ook spiegelen en bij mevrouw Koekoek neerleggen. Wij zitten hier met een aantal politici van bepaalde partijen hier een debat te voeren. Als mevrouw Koekoeks benadering de norm wordt, nou, dan zitten hier straks al deze stoelen vol met ambtenaren die een andere mening hebben. En waar komen we dan in terecht? Wij zijn gekozen door het Nederlandse volk. Dat staat ook in artikel 50 van de grondwet. Daar ben ik mee begonnen. Wij vertegenwoordigen de Nederlandse bevolking. En het is aan ons om die politieke stellingname te nemen. Ambtenaren, of ze nou in dienst zijn van de Tweede Kamer of in dienst zijn bij een ministerie, kunnen hun partijtje meeblazen binnen de besluitvormingsprocessen die daarvoor zijn. Kies je iets anders, en dat kan, hè? In Amerika doen ze dat. Kies je iets anders, dan ondermijn je uiteindelijk de neutraliteit van de ambtelijke dienst. En dan kom je op een gegeven moment in discussies terecht waarin de burger, want daar ging mijn pleidooi over, zich afvraagt, maar wie vertegenwoordigt ons nu eigenlijk? Zijn dat de Tweede Kamerleden die hier zitten en die de minister controleren? Of zit daar straks nog een andere partij bij? Namelijk individuele ambtenaren die ook meningen hebben. Voorzitter, volgens mij moeten wij dat pad niet op. En ik heb de afgelopen tijd gezien dat in de discussie daarover een verschil van mening was of die activistische ambtenaar toegestaan was binnen de grenzen van artikel 10 van
de ambtenarenwet. Nou, ik heb een mening hierover namens de BBB, voorzitter. En vandaar mijn vraag aan de minister. Tot slot, mevrouw Koekoek. Ja, tot slot, voorzitter. Ja, het is niet mevrouw Koekoek die vraagt of we de wet moeten aanpassen. Dus de lijn van mevrouw Koekoek over de ambtenarij op dit moment. Ik vind dat wij een goede lijn volgen als Nederland met de vrijheid geven aan ambtenaren om kritische reflecties mee te mogen geven, die we ook weer zien, hè, in beslisnota's als Kamer. Wij kunnen meekijken. Ik denk dat het belangrijk is dat ook ambtenaren af en toe tegengas mogen geven om mogen zeggen, minister, Kamer, wat u wil, er is geen juridische basis voor. En dat wij dan uiteindelijk hier het politieke keuze weer maken, dat is aan ons. Maar mevrouw Koekoek vraagt niet de wet aan te passen en daarom vraag ik eigenlijk echt geen antwoord op. Wat is nou eigenlijk de consequentie van de vraag die wordt gesteld? Want uiteindelijk beperk je daarmee, volgens mij, het kritisch vermogen van ambtenaren en ook tegengas te mogen geven. Maar de lijn van mevrouw Koekoek, ik zie geen activistische ambtenaren, ik zie geen activistische rechters. Ik vraag niet om de wet aan te passen. Dank u wel, kort antwoord van de Ja, zeker wel, voorzitter. Maar mevrouw Koekoek bevraagt mij. Dus dat is waar ik op reageer. En ik heb het natuurlijk niet over een ambtenaar die binnen de besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld in de beslisnota tegen een minister, de juridische implicaties van een voorgenomen lijn beadviseert. Dat is het juiste woord niet, maar u begrijpt wat ik bedoel. Daar heb ik het niet over. Dat is de taak die een ambtenaar heeft. Waar ik het over heb, is vervolgens protestbrieven onderschrijven op de stoep van een ministerie, het tegenovergestelde zeggen dan wat de politiek vastgestelde lijn is, gesteund door de Tweede Kamer. En voorzitter, uiteindelijk, want daarom zitten wij hier, democratie en goed bestuur, die burger kijkt ernaar en die vraagt zich af, maar wie vertegenwoordigt ons nou eigenlijk? En op grond van de grondwet zijn dat de volksvertegenwoordigers. En binnen de grenzen van de ambtenarenwet hebben ambtenaren vrijheden. Maar ik zie gewoon dat door die activistische ambtenaar, waarin in toenemende mate dat micro-universum van het eigen gelijk steeds manifester naar voren kan komen. En dan ondermijn je uiteindelijk de verschillende verantwoordelijkheden en krachten die wij hebben. En naar mijn mening is dat niet goed voor het vertrouwen. Ja, uiteindelijk in de democratie, voorzitter. En vandaar mijn vraag. Dank u wel.